even heel kort. Eerst gaan we tegen. Tegen zit altijd aan die kant. Voor aan die kant. En dan gaat Aalten tegen Dinxperlo. De gasten mogen eerst. Hè. En daarna gaat Dinxperlo tegen Winterswijk. Vervolgens Winterswijk tegen Aalten. En dan gaan we voor het eerst gaan we ook nog eens een keer naar beraad van de jury kijken. Wie komt er als beste uit de bus? Dus krijgen we nog één beslissende wedstrijd. Even heel kort. Eerst gaan we tegen. Tegen zit altijd aan die kant. Voor aan die kant. En dan gaat Aalten tegen Dinxperlo. De gasten mogen eerst. Hè. Ja. Komt nu de jury. Mag ik eerst, als niet-gast eigenlijk, want ik ben mevrouw van Velde, ik ben rector van Schaarsvoorde. En net werd al gezegd van, nou ja, ik heb een hele makkelijke middag, want Schaarsvoorde gaat in ieder geval winnen. Dus ik ga blij naar huis. Jullie ook in een kort... in korte zinnen je standpunt duidelijk kunt maken. Dus of je dat even adequaat en snel kunt doen. Want jullie weten dat het op tv allemaal heel snel geknipt wordt. Waar ik op zal letten. Ik ben op dit moment de leidinggevende bij de tv in Winterswijk. En ik raad jullie natuurlijk allemaal aan daar vooral naar te kijken. Ik zal letten op de opbouw van de argumentatie. En of je goed ingaat op datgene wat de ander zegt, dan kijkt of je je argumentatie kunt versterken. De gasten mogen eerst. Hè. En daarna gaat Dinxperlo tegen Winterswijk. Vervolgens Winterswijk tegen Aalten. En dan gaan we voor het eerst gaan we ook nog eens een keer naar beraad van de jury kijken. Wie komt er als beste uit de bus? Dus krijgen we nog één beslissende wedstrijd. De voorstanders mogen zo dadelijk beginnen met iets over de stelling te zeggen. Dan de tegenstanders en daarna gaan we deze kant. Winterswijk is voor en Dinxperlo is tegen deze stelling die op het bord staat. Huisdieren moeten worden toegestaan in verzorgingshuizen. Doe maar even een randje. Geachte jury, tegenstanders en publiek. De stelling luidt huisdieren moeten worden toegestaan in verzorgingshuizen. Hier zijn wij voor, omdat huisdieren zorgen dat de mensen minder eenzaam zijn. Ja, geachte jury, voorstanders en publiek. De stelling luidt, huisdieren moeten worden toegestaan in verzorgingstehuizen. Wij zijn hier tegen. De ene die is allergisch, de andere die houdt niet van overlast. Dat is een hele belangrijke. Je zei net dat mensen het niet... niet zo met dieren hebben. Maar er zijn ook mensen die zich eenzaam zullen voelen als het dier niet meer is. Ten eerste, goedemiddag allemaal. Maar mensen in een verzorgingshuis zijn niet alleen daar. Er zijn meerdere mensen in een verzorgingshuis. Dus ze zijn niet alleen. Van een verzorger is ook om de bewoners gelukkig te maken. En als de bewoners nou niet gelukkig kunnen zijn zonder een huisdier, maar met een huisdier wel, dus dan zou het eigenlijk tijd besparen als ze dan ook een bakje voor de hond meenemen, dat de mensen daar al gelukkig zijn. Mensen die in een verzorgingshuis gaan, die kunnen daar ook nog 4 jaar lang leven. Het huisdier kan ook nog 4 jaar lang meegaan. Dus als ze dan na 4 jaar lang het huisdier niet meer kunnen verzorgen, hoe gaat het dan verder? Hij kan bijvoorbeeld naar een dierenasiel toe. En ja, daar kan hij ook gewoon nog door een ander baasje worden overgenomen, zeg maar. Geen woef of miauw in een rustig verzorgingshuis. Waren onder de indruk. Spannend. Klonen van huisdieren moet kunnen. Hallo allemaal bij het derde debat. Ik vind, of wij zijn voor, en wij vinden dat het klonen van huisdieren moet kunnen. Ik ben ook voor, want als je koeien bijvoorbeeld gaat klonen, dan heb je juist meer vlees en dan is de productie en verdien je ook meer geld. Ik ben voor deze stelling, want wetenschap is de toekomst. En als wij huisdieren gaan klonen, dan is het plezier wat we aan het huisdier beleven groter. Wij zijn tegen deze stelling, want waarom moeten per se mannelijke leraren een bonus krijgen, terwijl die het werk even goed doen als de vrouwen? Het lesgeven is over het algemeen, wordt het heel vaak gedaan door vrouwen.
En hebben wij hier nu klachten over? Ik geef het woord aan de jury. Ik zei dus dat dat lastig is, want we moeten ons natuurlijk wel voor jullie verantwoorden hoe we tot een keuze zijn gekomen. En je hebt misschien al begrepen dat het net heel lastig was om echt te zeggen van nou, dat is nou heel veel beter dan het andere. Dingspelo net wat meer humor liet zien. Maar we vonden toch uiteindelijk dat Winterswijk net wat sterker was in de breedte van de argumentatie. Dus het verschillende argumenten die jullie inbrachten. En nou ja, die dodelijke opmerking, die is dan toch van doorslaggevend belang. Geef die mannen toch wat extra geld. Ze doen het dan goed. Dus Winterswijk heeft gewonnen. APPLAUS.